We zitten hier met Anton van Berkel, overtuigend geplaatst voor de finale. Ja, hoe kijk je terug op de dag van vandaag, Anton, en op de hele kwalificatie? Ja, de kwalificatie natuurlijk is dit keer erg prettig verlopen. Ik ben goed begonnen. Eerst de winst tegen Roep Wannabiek, maar daarna meteen winst tegen mijn concurrent in de pool, Michiel Kloosterziel. Goed, dan hebben we Rienten al lekker. Daarna volgt ook nog een overwinning tegen Ivo de Jong, dat was eigenlijk mijn tweede concurrent. Dus dan ga je al vrij prettig natuurlijk de rest van het toernooi tegemoet met 2 punten voorsprong. Nou, dan heb je ook nog het geluk dat je ook nog wint voor Van Kozor in een goede partij. Nou, dan ben je eigenlijk al binnen. Laatste ronde, goed, het kon theoretisch nog misgaan, want ik zou verliezen en Michiel zou winnen. Maar Michiel Rinder van Edwin Jaag is al een beetje twijfelachtig, omdat Edwin gewoon een goede speler is. Tegen Ramon normaal gesproken zou ik, als het niet slagvervolger worden van een combinatie of een mooi offer, zou het waarschijnlijk wel remise worden of een winst voor mij. Ja, want Michiel, uiteindelijk kwam je nog relatief dicht op de hielen. Zelf had je uiteindelijk toch een hele mooie overwinning vandaag, met een hele mooie strakke berekening, met een bijzondere overgang. Ja, dat belooft toch veel voor de NK-finale? Ja, ik hoop echt dit keer dat mijn NK-finale goed loopt. De allereerste keer is mijn, in 1992 alweer is mijn NK-finale redelijk goed verlopen. Toen werd ik deel tweede. Ik had hele goede vooruitzicht op de titel, maar ik verloor 1 partij tegen Wiersma. Ja, het beroemde klassiekje tegen Wiersma. En mijn volgende NK-finales zou ik vaak een beetje in de middenmoot, onder de middenmoot. Vaak een beetje een slechte start. In 2006 had ik ook nog wel trouwens ook een slechte start. Ik vloog de tweede ronde van Hans Jans, maar daarna herstelde ik weer door een winst tegen Bojaki. En hier gewaagd is ook een mooi voorbeeld van slecht beginnen met 1-5 maar liefst. En daarna toch maar liefst 3 partijen nog winnen. 3 keer de vechtlustprijzen, prijs voor de mooiste partijen te krijgen. En als zelfs alleen met de laatste 8 rondes had meegeteld, was ik zelfs kampioen geworden. Maar helaas. De eerste 5 deed hij ook mee. Ja. En helaas laten we dan van harte hopen dat die NK-dagen van de eerste keren dat je meedeed, die keer in 92, dat we die weer zullen zien. En dan feliciteer ik je van harte. Ja, dankjewel. En bedankt.